Nou heb ik natuurlijk die ladekast gemaakt in de keuken. Maar in een van die laders wil ik een bestekbak hebben. Nou heb ik al een beetje op internet zitten kijken naar bestekbakken. Maar een houten bestekbak is best nog wel prijzig. Ik denk, ja, ik ben houtbewerker. Dus kan ik hem net zo goed zelf maken natuurlijk. Plus dat ik dan ook nog eens een keer de indeling zelf kan genereren. En dat is eigenlijk best wel prettig. Want die bestekbakken die je vaak ziet, die hebben net niet helemaal een indeling die jij wil. Dus dat kan ik nu zelf bepalen. Ik heb er even een tekeningetje van gemaakt. Dat is wel handig natuurlijk. Ik wil eigenlijk die schotjes infrezen of inzagen. Zodat ze ertussen geschoven kunnen worden. Dat is wel zo handig. Even kijken of dat gaat. Ik heb dit materiaal nog liggen. Daar heb ik de bodem van de laders van gemaakt. Dat is prima materiaal om een bestekbak van te maken. Nou heb ik net het een en ander gezaagd al. Stond op de video, maar ik kwam erachter dat mijn batterijen van mijn microfoon leeg waren. Dus het geluid deed niet meer. Dus ik moest het even opnieuw doen. En deze heb ik dus gezaagd. Ik ga het onder verstek zagen, zodat ik het in één keer in elkaar kan zetten. Nou is dat altijd best een beetje lastig om de juiste maat te krijgen als je onder een hoek zaagt, in dit geval. Die geleider zit aan de linkerkant en eigenlijk zou die aan de rechterkant moeten. En dan kan je je maat wat beter bepalen. Maar dat heb ik nu dus niet. Nou heb ik even verschillende proefjes gedaan. En ik kwam erachter dat met mijn zaag, dus de dikte van mijn zaag, moet ik aan de binnenkant 17 mm minder nemen als de buitenkant. En dan kom ik precies uit. Die hebben we. Nou moeten er natuurlijk, zoals op de tekening ook te zien is, sleufjes in komen. Waar die schotjes in komen. Dus dat is ook nog wel een dingetje. Even kijken of ik dat ga zagen of ga frezen. Ik ben ondertussen lekker bezig met het maken van sleuven in die paneeltjes. Best wel een beetje een lastig klusje. Een secuur klusje ook. En te meer omdat de schuine kant aan zit natuurlijk. Dus ik kan niet zomaar een maat hierop instellen. Want het moet een centimeter smaller zijn. En dat maakt het best niet makkelijk. Maar we komen er wel. En dan passen die schotjes er mooi tussen zo. Nou, ik heb alles gesleufd. Dat is allemaal klaar, gelukkig, want dat was een pokkenbaan. Ik heb natuurlijk ook de nodige foutjes gemaakt. Er zit ook ergens een sleufje extra. Maar die laat ik lekker zitten, want anders kan ik weer opnieuw beginnen. Dan ga ik hem eerst schuren en dan ga ik hem in elkaar zetten. En dan hoop ik dat het allemaal klopt, want het ging weer echt op zijn klein ees. Ik ben er een beetje klaar mee. Het is toch iets meer werk dan ik eigenlijk verwacht had. Maar goed, hè? Ik heb tijd zat. Ik zet ze in twee delen in elkaar. En dan knoop ik ze later gewoon aan elkaar. Ik doe het even met duct tape. Dat is wat sterker dan schilderstape.
Dan weet ik ook zeker dat het blijft zitten. Zo, dat is één. Ja. Ja, dat ziet er niet heel recht uit. Handigste methode zo volgens mij hoor. Beetje lijm ertussen. Zo. Even kijken. Dit is 1 en dit is 3, dus dat klopt niet. Dan moet die zo. Dit is 3 en dit is 3. En dit is 1 en dat is 1. Dat is goed. Tape je eraan. Zo. Maar het is natuurlijk handiger als het in één keer in elkaar zit, maar ik heb de ruimte er niet voor. Dus ik doe het zo. Hier ook een tapeje op. Zo. Dus dat. En nou doen we even deze dingen er even tussen. Dan is die gelijk haaks. Kijk, dat werkt heel mooi. Als dat mee zit, is het dadelijk gelijk haaks. Nou, ik hoop dat het allemaal klopt. Zo te zien wel. Het zou mooi zijn. Nou, het klopt niet, zie ik al, want die zit verkeerd om. Volgens mij. Kijk, die klopt volgens mij wel. Even kijken voor de zekerheid. Dat, ja, die klopt. Maar dit klopt volgens mij niet. Want hier... Even de tekening kijken. Kans dat ik hem net andersom heb. Ik ga hem toch even omdraaien, want ik moet wel zeker weten dat hij goed zit. Keurig. Nou, even kijken of het allemaal klopt. Die zijn 85. Dat klopt. Die is ook 85. Ja. Dan zit er daar en die komt hierop. Nee, het klopt wel. Deze komt hier. Tussen. Nou, dat is ook weer krap aan. Ja, wacht even. Die dingen zijn natuurlijk hol. Nee, het past wel. Die dingen zijn zo hol als ik weet niet wat. Nou, ik schrok al. Oké. Nou, dat klopt het allemaal. Die komt hier. En dan heb ik er nog eentje hier. Waar twee sleufjes in zitten. Dat klopt. En die komt hier. Ja. Hij is goed. Nou, dit laat ik lekker drogen. Ik heb handvatten gekocht. Handvatten heet het. Niet handvaten. Handvatten. Zo hoor je het oorspronkelijk uit te spreken. Die zijn eigenlijk hetzelfde als de rest van de keuken. Alleen is deze recht. Die hebben een haakse hoek. En die andere zijn rond. Maar ja, dat zie je bijna niet. Dus dat komt wel goed uit. Je moet erop gaan zetten. Op de ladefrontjes. Daar heb ik even een malletje voor gemaakt. Heel simpel.
Die zet ik op deze manier over de ladefront heen. En ik zorg ervoor dat ze aan de zijkanten gelijk zitten. Dus ik heb echt een malletje genomen wat dezelfde lengte heeft. En dan moet je hem vooral uit je handen laten vallen. Stumperd. Even vastzetten met een klemmetje. En nog een keer controleren. Ook dat hij er goed op zit. Aan de bovenkant. Nou is het heel simpel. Een boormachine. De gaatjes even opzoeken. Hier zit er een. Zorgen dat je recht zit. En boren. Die ook. Zo. Klemmen eraf. Malletje weg. En ik heb hier de gaten. Nou moet ik ze aan de achterkant even wat ruimer maken. Want er zitten telecopschroefjes bij. Bij die handvatten. En die zorgen ervoor dat ze natuurlijk netjes op het materiaal blijven liggen. Maar dat is in dit geval niet handig. Want dan zou de ladefront er scheef op komen te zitten. En dat willen we niet. Dus ik maak ze even wat dieper. En dan vallen die boutjes er netjes in. Klaar? Hij is klaar. Helemaal bodempje erin. Nou, het is toch nog een mooi bakje geworden eigenlijk. Valt me nog mee. Niet helemaal zo mooi als ik had gewild. Maar het voldoet. De spullen kunnen erin. En dat is het belangrijkste. Het enige wat ik nog moet doen is hem in de lak zetten. En dat ga ik gewoon in de vernis doen. En dan is hij klaar. Kijk. Alles zit erin. En het past allemaal geweldig. Dus top. Je ziet, ik heb het zijrandje ook nog meegeverfd. Dan is het helemaal weer één geheel.